Nou, en ik ga meteen een bekentenis doen. Ja, ik hou van Twitter. Twitter, ja ja, ik tweet, ik stuur tweetjes naar de Twitter op de socials. Instagram vind ik niks, domme plaatjes en filmpjes. Snapchat, ach ja, hoe lang is het leuk op mijn leeftijd dat je hondenoren tovert aan je eigen hoofd. Facebook dan, je hoort het net, ach ja, ik zit er nog. Het is dat iedereen behalve Arjen Lubach daar nog zit. Anders was ik al lang weg geweest bij Mark Zuckerberg's Dirty Data Verzamelpaleis. Maar Twitter, geen kwaad woord over Twitter. Twitter gaat namelijk over tekst en dat snap ik tenminste. Als je de juiste mensen volgt, heb je daar. Ja, het laatste nieuws, als eerste, de beste satire en een regenboog aan oh. meningen. Kijk, ik wil alle inzichten en opinies tot me nemen. Dus ik volg alles aan de rechterkant van het politieke spectrum. Alles aan de linkerkant van het politieke spectrum. En ook alles in het midden. Saai of niet CDA. En ik weet wat je wil zeggen. Er is ook nog de dark side of Twitter. De onderbuik van de social media. De krochten en de gaten waar het full of waar de haat welig tiert, het meningenriool. de tweetput. En nee, die kant zit zeker niet alleen aan de extreemrechtse kant. Alhoewel daar wel een flink aantal jongens en meisjes, meestal anoniem, flink in de strond en roeren. Deze week was het aan die kant Stijn Hesselink, een statenlid van het Forum voor Democratie. In Den Bosch was een verschrikkelijke groepsverkrachting geweest. En Stijn Hesselink reageerde op het nieuws dat het merendeel van de verdachten neven van elkaar zijn. Op Twitter concludeerde hij. Dan weet je al in welke richting je het moet zoeken. Het waren vast Scandinaviërs. Hashtag ahum. De wrange grap was natuurlijk dat de daders roomblanke mannen waren, dus hij had meer gelijk dan hij had kunnen bevroeden. Ze leken inderdaad nog het meest op Scandinaviërs. Ja, en toen moest Stijn met een excuus komen, en dat luidde... Mijn tweet was te voorbarig. Vaak weet je in dat soort gevallen in welke richting je het moet zoeken, maar in dit geval lag het tot mijn verbazing toch anders. Dat had ik niet moeten doen, en daarmee is voor mij betreft de kous af. Ja, <laughs> tot zijn toch geen. Ja, op Twitter worden heel wat mensen afgesminkt. Wacht even met vuile linkse varenhond twitteren, want aan de linkerkant van het politieke spectrum zitten ook een paar halve hersenhelften. De winnaar van de blinde haat Twitter Award van deze week gaat naar Okke Ornstein. Okke Ornstein, ja, naam uit de streepboek. ja, een serieuze linkse journalist met een Engelse website twitterde deze week. Bij een paar dobberurkers die aan het geluk zoeken waren op zee vindt Duk het dus ineens wel erg als hun bootje omslaat. Okke Ornstein, een man die bij zijn volle verstand is, vond het nodig over de rug van een paar verdronken urkervissers zijn linkse puntje te maken. Hij ging maar door. Ik citeer, die dobberurkers hoeven toch niet de zee op, risico nemen ze toch zelf, en als we ze gaan redden, komen er steeds meer, die willen dan allemaal met de veerdienst voor urkers mee, en sowieso is het natuurlijk de schuld van Frans Timmermans dat die boot omsloeg. Ja, mocht u het niet begrijpen. Hij valt zo rechtse mensen aan die het hebben over dobbernegers. Asielzoekers uit Afrika. In zijn hoofd zijn verdronken immigranten veel erger dan die Urke vissers. Want dat zijn sowieso ongezien racisten, want Urkers. Maar ja, okke. Of je familie omkomt of een onbekende is een verschil, Okke. Een menselijk verschil. Een verkeersongeluk in de straat voelt nu eenmaal heftiger dan eentje in Singapore. En misschien als de lijken van die vissers nog niet eens aan land zijn, Okke Ornstein. en je ook nog de nabestaanden schoffert. die niks met jouw fitty met Wierduck te maken hebben. dan is het wat te vroeg voor satire. Dan ben je geen haar beter dan de club die je aanvalt. Eigenlijk erger, want jij zegt beter te weten. Toen ook redelijk en gematigd Twitter zich beklaagde bij Okke. kwamen er geen excuses. Nee. Hij zwelgde bijna in zijn narcistische laptopactivisme. Hij besloot: het zou mooi zijn als sommigen zich dat ook aangetrokken als, niet, als het niet over urkevissers Vissers gaat. Maar voor, wie, maar voor wie daarin onderscheid maakt, ongezien de tyfus. Mooie Twitter. Okke Ornstein, hashtag bokkelul, hashtag droeftoeter.